Uw straat staat blank. Ja, hoe komt dat? Een waterleiding is gesprongen. En ik was aan het werk en ik zag opeens een golf hier langskomen. En ik kijk om de hoek daar. Dan zag ik gewoon het water naar boven komen. Ja, dit is enorm, hè? De auto's staan helemaal in het zand. Ik ga even in de kelder kijken of het water er ligt. Die was nog droog. Dus ik heb geluk dat het hier afloopt. Ja, en dan, je ziet het al wat allemaal hier is gebeurd. Het gebeurt er één keer in zoveel tijd, denk ik. Zo, ja, hier ben ik echt van geschrokken, hoor. Ja, mijn buurman had mij gebeld dat mijn straat blank stond. Ik denk, gaan we weer. Ze zei, de zandzakken liggen klaar achter de deur. Maar ik denk, ik ga even de wijk doorlopen. Maar dan kijk, zie ik dit en denk, jeetje, dit is heel erg. En hier helemaal, dus ja, vreselijk. Maar ik hoor overal door heel Rotterdam hoorde ik sirenes. Maar dit is wel heel erg. En ja, we zitten echt in zo'n putje hier zo. En we hebben niet echt het idee dat we, als we met klachten komen, dat we gehoord worden. Dat is wel heel erg jammer. Dat vind ik wel triest. Maar ik denk dat de gemeente het nu wel goed op het vizier heeft. Ik hoop het wel, ja. Want er wordt wel gezegd, dan moet u rekening mee houden met ernstige regenbuien. Ja, ik heb moeilijk mijn huis opvijzelen. We zitten op een heel straatje van 1923 en dat is niet meer omhoog te brengen of wat dan ook. Het enige wat me overblijft is eventueel verkopen. En dan jammer voor diegene die achter me komt, hoe rot dat zo klinkt. Er is een lekkage aan de waterleiding ontstaan op de kruising hier achter ons. En dat water dat heeft gedurende enige tijd echt door de straten in de wijk hier in Overschie kunnen stromen. Een groot gat ook in de kruising geslagen. We hebben een aantal woningen moeten ontruimen, want er is onder andere een gaslek ontstaan. En we weten ook niet zeker of alle woningen stabiel zijn, omdat ook de grond is weggezakt op een aantal punten in deze wijk. Het is een behoorlijk complexe situatie. We zijn in een aantal straten bezig als hulpdiensten. Ook bouw- en woningtoezicht van de gemeente is er om te kijken of de woningen nog veilig zijn. We willen zeker weten dat er niet nog meer gaslekken kunnen ontstaan door de verzakkingen. Ja, en ook de kruising hier achter ons, daar zullen we nog veel werk aan hebben. Dus dat zal echt nog even gaan duren.